Was dat de zuurste eerste helft uit je carrière? Ja, dat denk ik wel. Uitgerekend vandaag. Dus dat is niet lekker. Wat gebeurde er bij die 2-0, bij die blunder van jou? Nou, heel simpel. Ik moet daar sneller handelen. Ik denk dat ik te lang zoek naar een voetballende oplossing. Ik moet gewoon het simpel houden, eerste helft zeker. En gewoon die bal op de andere helft neerleggen en niet blijven zoeken. Want je blijft dan lang kijken volgens mij. En wat het zuur is, als jij een fout maakt, dan is het gelijk een doelpunt. Maak een middenvelder of een aanvaller een fout, ja, dan kan dat heel makkelijk hersteld worden. Ja, dat is het vak van een keeper. Daarom ben je op goal gaan staan. Maar wat ik zeg, ik moet sneller handelen. En heel simpel, dat was niet goed aan mijn kant. Je recht daarna wel je rug, hè, met in de tweede helft best wel wat goede reddingen. Ook een 1-op-1 die je tegenhoudt. Hoe doe je dat in je hoofd, zeg maar, omschakelen na zo'n moment? Nou, heel simpel. Een wedstrijd duurt 2 keer 45 minuten. Als ik hem, nu maak ik hem vrij vroeg in de eerste helft, dat ik niet goed handel aan de bal. Kan ik met mijn kop naar beneden lopen, maar dat schiet niet op. Dus wat ik zeg, laat ik er nog een goede wedstrijd van maken en proberen de ploeg nog te helpen waar het kan. En ik denk dat ik na de 2-0 gewoon mijn wedstrijd prima heb uitgespeeld. Je was niet de enige, hoor, die persoonlijke foutjes maakte. Er ontstaan natuurlijk ook twee penalties. Wat is dat bij ADO dat gebeurt in de eerste helft? Ik moet zeggen, ik denk dat we gewoon niet de wedstrijd niet goed begonnen. We wonnen onze duels niet, voetballend vooral. Dat wanneer speler A de bal heeft, dat speler B moet lopen om vrij te komen. We gaven elkaar weinig opties aan de bal. Waardoor we wat meer misschien de lange bal moesten hanteren en dan vanuit je duel spelen. Maar ik denk dat in de eerste helft een off-day was van ons. Je zegt de wedstrijd niet goed beginnen, dat is natuurlijk wat makkelijker gezegd. Maar kan het ook zijn dat jullie in de ploeg een leider missen, bijvoorbeeld El Kayati die weg is? Zit daar iets achter? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we genoeg leiders in de groep hebben. Ik denk als je ziet hoe we de tweede helft beginnen, dat er wel een aantal gasten die opstaan. En die de ploeg bij de hand nemen om er een goede tweede helft van te maken. Ik denk dat dat goed is gelukt. Want als je de eerste helft ziet, dan scoren jullie misschien een 3 of een 4. Maar de tweede helft? Voldoende. Ja, je wint de wedstrijd niet, maar je maakt er nog een wedstrijd van. Wil je punten pakken en wil je... voor ADO-begrippen moet je gewoon 2 keer 45 minuten goed zijn. En zeker op een dag als vandaag in de Kuip. En niet alleen in dat Haagse kwartiertje laten zien natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus wat ik zeg, voortaan zorgen dat we beter uit de kleedkamer komen, eerste helft. Dus morgen eerste helft evalueren en voortborduren op de tweede helft. Hoe slaap jij dan na zo'n dag? Ik slaap altijd minder na een wedstrijd, dus vandaar.